President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren, kort na zijn aankomst in New York, de eerste voorbereidingsmeeting gehad met zijn delegatie en de vertegenwoordigers van Suriname bij de Verenigde Naties. Vandaag is er aanvang gemaakt met de officiële agenda voor de 77ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. President Santokhi, die in de hoedanigheid van voorzitter van CARICOM bij de Verenigde Naties is, heeft vandaag tijdens een receptie aangeboden door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de diverse wereldleiders toegesproken. Voor de komende dagen is er een agenda uitgezet, waarbij op de laatste dag van de missie, donderdag 22 september, president Santokhi zal deelnemen aan de Leaders Breakfast van de Alliance of Small Island States. Het staatshoofd zal dan een bilaterale ontmoeting hebben met de premiers van Aruba, Bonaire en Curaçao. Als laatste activiteit op de officiële agenda staat een receptie met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten. De presidentiële delegatie keert op vrijdag 23 september terug naar Suriname.